In deze video gaan we kijken naar een ontwikkeling die al in eerdere tijdvakken is begonnen, namelijk in die tijd van die ontdekkingsreis van die Europese expansie. Al toen begon men slaven te verhandelen vanuit Afrika naar Amerika. En nou, dat staat in dit tijdvak echt centraal, want in dit tijdvak komt er ook voor het eerst een beweging op die zich daar echt tegen af gaat zetten en die gaat strijden voor de afschaffing van de slavernij. We gaan kijken naar de uitbouw van de Europese overheersing, met name in de vorm van plantagekoloniën en de daarmee verbonden transatlantische slavenhandel en de opkomst van het abolitionisme. Nou, een hele mond vol. Het heeft iets te maken met de politiek, want we gaan kijken naar regeringen die besluiten om de slavernij af te schaffen. Het heeft iets te maken met sociale verhoudingen, want als er slavernij is, nou, dan is het duidelijk dat de verhoudingen niet gelijk zijn. En ja, die slaven die werden toch vooral gehouden vanwege economisch gewin van de Europeanen. Dus daar gaan we ook naar kijken. Maar goed, eerst even dus een stap terug in de tijd, terug naar tijdvak 5, naar die 16e eeuw. Daarvoor kun je ook terugkijken naar die video over de Europese expansie. Wat zien we daar gebeuren? Nou, we focussen ons even op die wereldkaart en dan vooral op de westkant ervan. Dan zien wij dat de Spanjaarden in Amerika grote koloniën hebben veroverd. En wat gaan ze daar doen? Nou, in eerste instantie gaan zij daar allerlei landbouwproducten verbouwen. Dat laten zij vooral doen door de Indianen. Producten zoals katoen, of zoals tabak, of zoals koffie bijvoorbeeld. En die Spanjaarden die halen vooral heel veel geld uit de mijnbouw. Zilver, goud, daar worden ze heel erg rijk mee. Nou, in de 17e eeuw zien we wat veranderen. Dat hebben we ook al gezien. Die opkomende wereldeconomie die in tijdvak 6 plaatsvindt. Dan zie je dat bijvoorbeeld ook Engeland, Frankrijk en zeker ook de Republiek deel gaan nemen aan die wereldeconomie. Die gaan dus ook gebieden veroveren, onder andere in Amerika. Nou, dat zie je op dat kaartje ook terugkomen. Tegelijkertijd zien we dat die Spaanse zilver- en goudmijnen langzamerhand uitgeput beginnen te raken. En dat zorgt ervoor dat die landbouw steeds belangrijker wordt. En deze twee zaken, dus het feit dat die andere landen ook deel gaan nemen en het feit dat die Spaanse mijnen uitgeput raken, die zorgen er eigenlijk voor dat die Amerikaanse koloniën steeds meer plantagekoloniën worden. En daar moeten we eens even bij stil blijven staan, bij dat begrip plantagekolonie, want wat is dat dan precies? Een plantagekolonie is een kolonie natuurlijk, maar met heel veel plantages. Een overzees Europees gebiedsdeel, een kolonie dus, met grote landbouwbedrijven. Dat waren die plantages. Nou, daar werden dus die producten op verbouwd die je op de vorige dia ook al voorbij zag komen. En vaak werden hier slaven voor te werk gesteld. In eerste instantie waren dat Indianen, maar al vrij snel werden door de Spanjaarden, de Portugezen en later dus ook door andere Europese volkeren steeds vaker zwarte Afrikanen gebruikt als slaven. En dat is het begin van de transatlantische slavenhandel. Wat is dat precies? De handel van zwarte slaven van Afrika naar Amerika. Zit het woordje Atlantisch in, dat slaat op de Atlantische Oceaan en trans betekent over, dus de slavenhandel over de Atlantische Oceaan. En je ziet hier een pijl staan, je ziet hier de gebieden staan ook waaruit die slaven afkomstig waren, waar ze naartoe gingen. Je ziet er de aantallen bij staan. In totaal zijn er bijna 12 miljoen slaven van Afrika naar Amerika gegaan. Maar goed, het gaat natuurlijk niet alleen om die slavenhandel zelf. Het gaat ook om wat die slaven er in Amerika moesten doen, want die transatlantische slavenhandel, dat was slechts één poot van de zogenaamde driehoekshandel. En hier zien we even de kaart iets groter. Nou, wat is die driehoekshandel? Die driehoekshandel die begint eigenlijk in Europa. In de Republiek, in Engeland, in Frankrijk, in Spanje, in dat soort gebieden. Daar zijn handelaren die met allerlei goederen, zoals bijvoorbeeld wapens, textiel, ijzer en dergelijke, naar die Afrikaanse westkust varen. Daar ruilen zij die wapens en dat textiel en al die andere zaken tegen slaven. En die slaven die worden vervolgens over de Atlantische Oceaan gebracht. Dit is die transatlantische slavenhandel. En die overtocht die was niet bepaald prettig. Veel slaven stierven tijdens die overtocht. Men schat dat er zo'n de 10% van de slaven misschien wel om is gekomen al tijdens die overtocht. Dus dat is nogal wat. Dat had vooral ook te maken met de hele slechte omstandigheden waarin die slaven vervoerd werden. Je ziet dat hier op dat tekeningetje ook een beetje. Al die streepjes die je daar op dat schip ziet, die dwars doorsneden, dat zijn mensen die rij aan rij geketend lagen. Onderdeks. Ze werden niet goed behandeld vaak. Ze kregen maar net genoeg te eten. Er braken ziektes uit en dergelijke. En dat zorgde voor een heleboel ellende. Dat zorgde voor het hoge aantal slachtoffers. Maar als ze dan eenmaal in Amerika waren, als ze daar verkocht waren op een slavenmarkt en zo bij een plantage-eigenaar terechtkwamen, ja, dan was hun behandeling vaak niet veel beter.
Ze moesten dus werken op die plantages lange dagen. Ze mochten niet zomaar vertrekken natuurlijk. Het waren slaven, ze waren eigendom van die plantage-eigenaren. En veel plantage-eigenaren die behandelden hun slaven wreed. Er waren strenge straffen voor mensen die niet wilden luisteren. Natuurlijk ook als voorbeeld voor andere slaven. Denk eraan dat je dit zelf niet gaat doen, want dan kun je ook zo gestraft gaan worden. En die slaven werden dus heel slecht behandeld. Nou, die producten die slaven daar verbouwden, die werden vervolgens weer naar Europa gebracht om daar verkocht te worden. Die producten als koffie en tabak en dergelijke. En nou, hier zie je dus een driehoek ontstaan. Dit is de zogenaamde driehoekshandel. De Europeanen profiteerden er over het algemeen heel erg van. De slaven hadden dus enorm zwaar. En langzamerhand zien we dan in de 18e eeuw dat er steeds meer protest tegen die slechte behandeling van die slaven gaat komen. Steeds meer mensen vroegen zich af of het wel goed was wat de Europeanen deden. En dat heeft te maken met een ontwikkeling die we al eerder hebben gezien in dit tijdvak, namelijk de opkomst van de verlichting. Als je nog wel even wil weten wat dat was, verwijs ik je terug naar de video daarover. Maar daar had je denkers als Voltaire en Montesquieu, die gingen zich heel erg tegen de slavernij ook keren. Am I Not a Man and a Brother was een medaillon dat heel veel verspreid werd. Voltaire en Montesquieu die kwamen op voor de gelijkheid van mensen. Zij waren echt van dat gelijkheidsdenken en zo. Dat is typisch van de verlichting. En waarom zou dat alleen gelden voor blanke Europeanen? Dan zou dat toch ook moeten gelden voor die zwarte Afrikanen, voor die zwarte slaven? Zijn zij dan geen mens? Zij zijn dan geen broeders? Dat is eigenlijk ook wat dat medaillon zegt. En uit die verlichting komt langzamerhand ook een beweging opzetten die in Engeland begint, de beweging van de abolitionisten. En to abolish is Engels voor afschaffen. En dat is ook waar die abolitionisten voor gaan strijden. Zij willen afschaffing van de slavernij en van de slavenhandel. Nou, en naarmate die verlichte ideeën verder verspreid raakten, naarmate die abolitionisten ook steeds meer propaganda eigenlijk maakten voor hun eigen doel, door middel van zo'n medaillon, dus als je hier rechts ziet, ja, kregen steeds meer mensen daar toch ook oren naar en gingen steeds meer landen over op de afschaffing van de slavernij en van de slavenhandel. En hier zie je een overzicht van de jaren waarin dat ongeveer gebeurde. En dan zie je dat dat eigenlijk nog niet eens zo heel lang geleden is.